Yo, mensen, dit is Ons Gaming en het is tijd voor een nieuwe serie op het kanaal. En dat is dan Forza Horizon 3 en dan met name de laatste DLC die uitgekomen is gisteren. En ik weet niet hoeveel dit bekeken gaat worden op mijn kanaal aangezien het geen Formule 1 is. Maar laten we gewoon voor de 25 likes gaan in deze video. En blijf natuurlijk ook lekker abonneren, want de 2000 komt steeds dichterbij. Het ziet er ontzettend tof uit, het is gewoon ontzettend tof. Dit is Forza Horizon 3, dus laten we snel gaan kijken en heb veel plezier. Hoppa! Goed, daar gaan we dan. We rijden in deze dikke Ferrari. Het is een Ferrari 1987 F40. En we staan hier in the middle of nowhere. Dit is eigenlijk de gewone map van Forza Horizon. Zoals je ziet is die ontzettend groot. En dit is eigenlijk gewoon Australië. Je hebt hier een groot tropisch gebied met bossen. En hier wordt het al wat meer zanderig. En hier heb je gewoon een dikke woestijn. En als we hierheen gaan heb je een hele grote stad waar je ook kan racen. Je ziet overal icoontjes. Er is ontzettend veel te doen in dit spel. Overal races en stunts en weet ik het allemaal. Maar vandaag gaan we de Hot Wheels DLC doen. En dat is een compleet nieuwe DLC. Ik heb hem nog niet gespeeld. Dus ik ben erg benieuwd wat het precies is. En we moeten eerst even naartoe rijden. Ik zie dat we 2,6 kilometer daarvan daan zijn. Dus dan gaan we daar gewoon eerst even naartoe rijden. En dit gaat al redelijk goed. Maar goed, we gaan dus naar die DLC toe. En het is gewoon een compleet nieuwe map. Waar je daar dus waar je kan spelen, waar je kan echt zitten van allerlei loopings en banen en weet ik het allemaal. Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Ik heb gisteren zelf wat beelden zitten bekijken en dat zag er in ieder geval heel tof uit. En we gaan dus nu zelf aan de slag met deze DLC. Dus ja, ik hoop dat het een beetje vet is. Ik zie dat we trouwens aan de verkeerde kant rijden. We moeten hier dus beneden zijn eigenlijk. Nou, kijken we wel even hoe we dat doen. Misschien kunnen we hier gewoon zo vliegend naartoe gaan. Je weet het niet waar we uitkomen, hè? Kijk, als het goed is, zit hij daar ergens een afgrond. Ja, hier dus. Nou, dit komt vast goed. Ja, perfecte landing. Lekker hoor. Je ziet bovenin ook de skill points staan. Of in ieder geval, je ziet een talent met allemaal die steeds verder oploopt. Dat zijn zeg maar de punten die je krijgt voor driften, voor jumps maken met je auto, met van alles nog wat. En hoe meer van punten je die krijgt, hoe meer skillpoint je uiteindelijk ook weer krijgt. Iedere keer als dat balkje vol is, dan krijg je weer een skillpoint en die kun je inzetten voor bepaalde perks en dingen. Goed, we gaan naar Hot Wheels. Ik ben benieuwd. Nogmaals, dit gaat een nieuwe serie worden op mijn kanaal. Naast Formule 1 natuurlijk, wat natuurlijk gewoon door blijft gaan. Ik ga morgen, donderdag dus, een nieuwe carrière Formule 1 video uploaden. Dat is de grote prijs van Canada. En dat is een hele, hele toffe race. Dat kan ik je alvast verklappen. Dus morgen komt er in ieder geval weer een Formule 1 race. Maar dan laten we nu eerst Forza Horizon 3 gaan doen en dan dus de DLC. Ik ben heel benieuwd. Je ziet hier dus al de Hot Wheels auto's. Dat ziet er mooi uit. Vergeet natuurlijk niet te liken en te subscriben en te abonneren natuurlijk op deze video en kanaal. Het gaat laatst het erg goed. We hebben bijna 2000 abonnees. En dat is natuurlijk wel ontzettend tof als we dat gewoon halen. Goed, we gaan eens even kijken wat ze hier gaan bakken van deze DLC. We zitten nu aan het laatste scherm. We gaan nu dus naar het nieuwe eiland met alle loopings, Hot Wheels en weet ik het allemaal nog meer. Ik heb er wel zin in. Forza Horizon 3 is echt een van mijn favoriete race games eigenlijk die er is. Het is gewoon heel, voor de mensen die het niet weten, het is gewoon heel open. Je kan echt doen wat je wilt. Het spel past zich ook echt aan de auto's waar je mee rijdt. En daarmee kun je dus ook weer races doen. Het is gewoon heel open. Je kan echt gewoon, ja, je hebt alles in de hand eigenlijk. En dat is gewoon echt gewoon tof. En het spel is wel alleen op de Xbox en op de PC. Dus helaas voor de mensen op een PlayStation. Ja, geen Forza voor jullie. Dat is wel een beetje jammer natuurlijk. Want het is naar mijn mening toch echt een van de betere race games die er is. Het is gewoon ontzettend leuk om te doen. Je kan het ook helemaal in co-op doen. Je kan het online doen. Je kan echt doen wat je wil met vrienden of gewoon in je eentje. En kijk, daar zijn we. We zijn op het eiland. En ik denk dat we eerst een soort van intro race gaan krijgen. Volgens mij heb ik het al gezien in een filmpje. Ja, we gaan eerst die intro race gaan krijgen. Dat is prima. We hebben deze dikke hot rod auto. Ja, ziet er mooi uit. Eens even kijken. Ja, ja, we mogen het zelf besturen denk ik zo. Kijk, ja, we besturen nu zelf. Nou, daar zijn we dan. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Het is wel een vette pak dit, hè. Wat is het van eentje? De 2011 Hot Wheels Bone Shaker. Oké, daar rijden we dus mee.
Oh, dikke boost ineens. Fuck. Holy shit. Ik weet niet meer of dat... Ja, we komen goed uit. Mooi. Ik heb geen idee dit. Ik heb het nog niet gespeeld, dus ik ben erg benieuwd wat het allemaal gaat worden. Het zijn ook allemaal weer boosts. Oh, je moet wel even... Oké, dat is geen boost dit. Oké. Even kijken. We hoeven niet te winnen volgens mij. Het is gewoon finisher deze race. Het is gewoon een introductie race eigenlijk. Leuk, de leuk! Kijk, en daar hebben we dus een looping. Nou, benieuwd hoe dit gaat. Ik heb boost erbij. En daar gaan we. Hoppakee. Oh, dat gaat allemaal wel snel, hé. Jezus. Ah, oh, nou mis ik daar die boost natuurlijk. Kut. Nou ja. Even kijken, hoe groot is die map eigenlijk? Oh, dat kunnen we nog niet zien. Dan moet eerst deze race afmaken voordat we de hele map kunnen zien. Maar als ik zo kijk, dan ziet het er wel aardig groot uit. Oh, het zou tof zijn als je je eigen banen zou kunnen bouwen. Dat je gewoon je eigen Hot Wheel track zou kunnen maken. Maar volgens mij zit dat er helaas niet in. Oh, kijk dat dan. What the fuck? Dat is wel vet. Ik zag net dat we 2 van 141 ja, wegen gereden hebben, zeg maar, van het eiland. Dus er zitten behoorlijk wat weggetjes in. En die dinosaurus is ook wel tof gedaan. Dat ziet er wel echt vet uit. Oké. Kijk, hoe lang duurt het eigenlijk nog? Volgens mij valt het wel mee. We hebben nu 3 van 141 wegen al gereden, dus komt helemaal goed dit, zie ik wel. Nou, daar gaan we dan. De caboose erbij, helemaal hier omhoog. Mooie zeppelin daar. Ja, ik vind het er wel tof uitzien. Dit is wel vet. Ik had eigenlijk verwacht dat de tweede DLC van Forza Horizon 3, dat het eigenlijk weer de standaard Porsche pack zou zijn. Zodat we dat eigenlijk al jaren zien bij Forza. Maar... ze komen dus gewoon met heel iets anders. En Hot Wheels was wel een van de laatste dingen waar ik op zou zijn gekomen. Maar ik vind het in ieder geval tof dat ze dat gedaan hebben. En dit is gewoon een dikke jump trouwens. Ik denk we hebben de race gehaald. Maar het is gewoon een jump. Is wel de finish dan. Ja, het is de finish. Het is het einde van de introductie. Dat is mooi. Maar ze hebben al een eerdere DLC uitgebracht een tijdje geleden. En dat was eigenlijk een DLC met allemaal sneeuw. Dat speelde zich af in de bergen van of Australië of Nieuw-Zeeland. Ik weet niet precies meer. Maar het was in ieder geval een DLC met allemaal... heel wat sneeuwgebied. En dat zag echt ook tof uit. Dat was een leuke DLC. En nu hebben we dus de Hot Wheels. We krijgen deze auto zo te zien gratis. De Hot Wheels Rip Rod. Nou, als we hem gratis krijgen, dan is het prima. Dan pakken we die wel natuurlijk. Zoals ik al zei net, ook al je bent natuurlijk niet gebonden in het spel aan de bepaalde auto's. Je kan echt kiezen wat je wil. Als je gewoon met een BMW of met een Mercedes of met een Renault, weet ik wat, gewoon over deze baan heen wil knallen, dan kan dat ook. Maar we gaan natuurlijk nu gewoon eventjes met de nieuwe auto's rijden. Dat is natuurlijk wel zo tof. En we gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen gaan doen. En kunnen we ook meteen de map gaan kijken hoe groot die is. Dan ben ik wel best wel benieuwd naar eigenlijk. Deze auto ziet ook wel weer tof uit. Zo. Hey big boss. Kijk, nu zien we de map en nu zien we dus dadelijk, dan komen allemaal icoontjes op en dan kun je dus allemaal races doen en bepaalde challenges en opdrachten. Dat is altijd al heel tof gedaan. Even kijken, het werkt weer met medailles, net zoals in de andere DLC. Maar als we dit zo zien, dit ziet er toch best wel behoorlijk groot uit hoor. Dit is wel nice, dit ziet er wel prima uit. En heel de circuit wordt natuurlijk opgedeeld in verschillende... Of heel deze map wordt opgedeeld in verschillende races iedere keer. En we hebben trouwens een achievement gehad. Ik geloof dat ik nu dus precies... Even kijken, kan ik het echt zien? Ja, ik heb nu... Oh nee, ik heb nog geen 78.000. Bijna 78.000 achievement points. Dat is mooi. Nou goed, dat is niet zo belangrijk. Even kijken, waar zijn we? Wij zelf staan dus hier. En we kunnen hier dus een race gaan doen. Dat is gewoon een sprintrace. Oké. Als het goed is zijn er ook weer borden die je moet zoeken en kapot rijden. Daar krijg je dus weer XP-punten voor. En als het goed is kan ik die gewoon aanzetten. Want ik heb ooit een soort van treasure map gekocht. Zodat ik alle borden op de stand op de map zie. Dat ik er zomaar alleen maar naartoe hoef te rijden om ze te pakken. Maar we gaan zo meteen even kijken. Ja. Dit spel ziet er ook iedere keer als ik het speel, ziet er zo mooi uit. En dan denk ik iedere keer van, waarom speel ik het eigenlijk niet vaker? Ik heb er toch al een uurtje of 70 al in zitten. Maar ik denk dat de komende tijd dit wel weer vaker ga spelen. Even kijken, voor de medailles moeten we de race finishen. Nou, het zal wel lukken denk ik. Winnen en ook nog 10.000 skill points halen.
Nou, laten we eens kijken hoe ver we gaan komen. Kijk, hier heb ik dus het voorbeeld. Je kan dus die Hot Wheels auto's pakken. Maar je kan ook gewoon zeggen van, nou weet je wat, ik wil gewoon een standaard auto pakken. En dat kunnen we zo wel doen. Laten we eerst maar gewoon even met de Hot Wheels gaan rijden. Ja, je kan dus eigenlijk alles pakken. In dit spel zitten gewoon meer dan 500 auto's. Dus echt, het is echt enorm. Er zit echt van alles zit erin. Maar, zoals ik al zei, laten we maar gewoon deze bak pakken. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel auto's er eigenlijk zijn toegevoegd. En hoe ze het ook uitzien. En het leuke van als je races doet in het spel, is dat je eigenlijk gewoon tegen vrienden rijdt. De computergestuurde auto's zijn eigenlijk altijd bekenden van je of mensen die veel in jouw omgeving meegedaan hebben. En dat is op zich altijd grappig. En het mooie ervan is, hoe beter diegene echt Forza zelf speelt, hoe beter ook zijn computergestuurde auto wordt. En dat is altijd wel grappig gedaan. Goed, we gaan de race doen. Ja, laten we gewoon beginnen. Oh, ze heeft dit iets te zeggen. Oké, nou, laten we gewoon beginnen. Kijk, de rest van de auto's, het zijn niet allemaal alleen maar Hot Wheel auto's zoals je ziet. Er rijden ook gewoon normale personenauto's mee. Dus dat is altijd wel grappig dat eigenlijk alles door elkaar heen rijdt. Het wordt allemaal wel gerankt op bepaalde categorieën, zeg maar. Dus het kan niet zo zijn dat je met de Renault Clio tegen Ferraris moet. Het is allemaal wel zo gemaakt dat er eigenlijk alle auto's wel een beetje gelijk zijn. Er kunnen wel wat verschillen in zitten. Je moet ook foto's maken in het spel. En iedere keer als je een bepaald aantal foto's gemaakt hebt van auto's, dan krijg je daar weer geld voor. En met dat geld kun je natuurlijk weer auto's kopen. En daar zit er geen nieuw in. Dus ik heb al van de 500 auto's, meer zelfs, heb ik al 351 gehad. Dus dat gaat prima. Maar laten we nu gewoon maar even gaan racen. We liggen op de 7e plek. We moeten voor die medaille moeten we wel de race gaan winnen. Dus we moeten wel even ervoor gaan zitten. Volgens mij hadden we 10.000 skill points nodig. Nou, je ziet het al boven in beeld. Als ik nu gewoon geen fout maak, dan gaan we die skill points makkelijk halen. Kijk, die hebben we al. Challenge Pro Crash Complete staat hieronder. Maar ik moet wel toegeven dat deze auto niet zo heel snel is. Maar hier komt het misschien wel goed. De AI die staat op redelijk moeilijk. En soms dan zijn ze heel goed, maar soms, zoals dit soort races, dus dan zijn ze vallen ze een beetje tegen. Maar we rijden inmiddels op de 4e plek. En we gaan hier gewoon buitenom. Het is net Formule 1 dit. Kijk, dat is zo'n boost. Oké, zo'n zwart ding, dat is dus een boost. Daar moeten we wel even rekening mee houden. Want als ze die zouden missen op een of andere manier, dan heb je dus wel een dik probleem hier in zijn looping. Kijk, hier gaan we weer een boost krijgen en een jump. Maar die nummer 1 die rijdt best wel hard. En we zitten al bijna op de helft van de race. Dus ik hoop toch wel dat we eventjes hem in weten te halen. Anders zouden we de eerste race gewoon niet weten te winnen. Ja, nu komen we dichterbij. Het is echt zo'n oude bak. Kijk, hoppakee. Nu zijn we dus eerste. Mooi. Nou, hopelijk kunnen we eerste blijven. Ah, dat remmen is wel even wennen, hé. Jezus. Beter gezegd, er zitten bijna geen remmen op deze auto. Te driften. Ja, het ziet er wel heel tof uit dit hoor. Het ziet er wel echt heel tof uit. Het is zeker grafisch een van de mooiste games op de Xbox in ieder geval. Hoppakee. Deze race gaan we wel winnen. We hebben echt een enorme voorsprong gehad. Dus dit gaat lekker. En dan gaan we dus gewoon de eerste race winnen. En we pakken dus die drie medailles meteen. En dat is ook wel weer nice. Daar zullen we vast ook wel weer een achievement voor krijgen, denk ik zo. Hoop ik in ieder geval. Dit kun je dus ook online doen en dat ga ik ook een keertje weer doen en daar zal ik ook een keer een video van maken. Ik ben wel benieuwd hoe dit online werkt. Het zal wel één grote chaos zijn met allemaal gebeuk en gedoe. En je kan het ook gewoon co-op doen, hè? Dus je kan ook gewoon één iemand uitnodigen van je vriendenlijst of twee of drie zelfs. En dan kun je gewoon met een paar man deze races rijden en dan rij je ook gewoon tegen de computer. Dat is eigenlijk allemaal wel echt tof. Mocht je nog twijfelen om een Xbox te kopen, dan is dit het spel waar je het voor zou moeten doen eigenlijk. En hij staat natuurlijk ook gewoon op de PC te spelen. Maar ja, dan moet je wel een dikke vette PC hebben, wil je dat kunnen draaien. Want het ziet er wel echt. Dus grafisch is het best wel zwaar, dit spel. Ik denk wel dat we de AI zo meteen nog wel een tandje omhoog kunnen zetten. Want ik heb niet. Ik weet niet hoeveel seconden voorsprong ik heb, maar. Ik moet niet naar achter kijken ondertussen. Maar het is wel vrij makkelijk tot nu toe. En hier is de finish. En zo winnen we dus de eerste race. Dat is mooi. Daar hebben we weer de dinosaurus. Zo zie je dus, je ziet geen
geen race naam of zo in, het, in de eindrace van de, of de eindstand. Je ziet allemaal mensen die je ooit tegen bent gekomen of zelfs gewoon vrienden die erin staan. Dat is altijd wel wat tof gedaan. En natuurlijk krijgen we weer de nodige coins en XP voor deze race. Even kijken. Ja, we hebben weer heel wat XP gekregen. En we zijn weer level up. En bij elk level dat je omhoog gaat, mag je aan de wielspin draaien. En dan heb je altijd weer kans op een bepaald bedrag of een auto. En aangezien ik VIP ben, wordt de prijs eigenlijk altijd verdubbeld. Dus dat is wel lekker. Kijk, we hebben in ieder geval 3 medailles gehad. En we hebben er 5 nodig om de volgende races en challenges te unlocken. Dus het gaat prima. Nou, eens even kijken wat we dus nou gaan doen. En we hebben weer een achievement. Dat gaat lekker vandaag. Het is wel tof gedaan, hè? Zou ik opgegeten kunnen worden door de ding? Even kijken wat er gebeurt. Oh, je wordt... Oké, dat gebeurt er dus. Nog een keer kijken. Kom. Hoppa. Oké, je kan dus wel degelijk door die dinosaurus geraakt worden. Dus daar moet je ook wel bij oppassen in de races. Oké, daar staan we dan. In de middle of Hot Wheels Island. Wat moeten we doen? Eens even kijken. Blizzard Mountain, dit is trouwens die andere DLC. En dat is terug naar de gewone map. Dat wil ik allemaal niet doen. Reveal Treasure Map. Ja, dat wou ik eigenlijk gaan doen. Als het goed is komen er alle borden op de map tevoorschijn. En hier kunnen we dus... deze XP borden had ik er net over. Als je die dus omver rijdt en je vindt ze en je rijdt ze dus omver, dan krijg je er dus punten voor. Maar moet ik even kijken hoe we daar komen, want het is dus hier ergens in die bossen. Zou ik hier vanaf kunnen dan? Ja, ik kan er vanaf, maar dit ging niet echt heel goed. Oké, dan doen we dit gewoon, we rijden gewoon een klein beetje af zo en dan... Ja, precies zoals ik het wilde dit. Mooi. Als het goed is kunnen we hier gewoon heen. Moet wel, want anders kunnen we bij de boot lopen. Kijk. Ja. Ah, daar staat hij. Hoeveel XP is het? Kijk, 20.000 XP. Dat is lekker, want dan gaan we dus meteen weer level up. Dat is mooi. Ik zie daar een stukje verderop nog wat borden staan. Ja, dat is mooi. Dit soort dingen vind ik altijd wel leuk om te doen. Zeker omdat het gewoon een open wereld map is eigenlijk. Je kan doen wat je wil. En dan bied je bepaalde dingen zoeken en... daarvoor weer de rewards krijgen, dat vind ik altijd wel lekker. Kijk, dit bord staat aan die kant, het is maar 1000 XP, dat is dan weer een beetje jammer. Het is wel even zoeken waar je allemaal heen moet hoor. Het is overal die banen en loopings, het is allemaal wel behoorlijk door elkaar heen. Moeten we hier kunnen we iets doen, volgens mij is een challenge, dat is denk ik een van de speedtrap. Dan is de bedoeling dat je zo snel mogelijk door dat stukje heen gaat en daarvoor krijg je dan ook weer sterren. En die sterren kunnen we dus gebruiken om nieuwe races en dingen te unlocken. Nou, mijn speedtrap is 139, ik weet niet of dat heel veel is voor deze, ik denk het niet. Nou, we hebben denk ik wel 2 medailles voor gekregen, als het goed is, of eentje in ieder geval. Maar dat moet sneller kunnen, dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Hoppakee. We kunnen natuurlijk ook gewoon in cockpit view hier kijken. Goed, we gaan nog een keer proberen. We kijken of we nu 2 sterren kunnen halen, of misschien zelfs 3. We moeten wel even geluk hebben dat er geen auto in de weg rijdt. Even kijken, net gingen we 139 geloof ik, hè? Ja, nou, hup, boost bij. Kijk, nu gaan we een stuk sneller. 230, kijk, dat is wel een stuk beter. Even kijken hoeveel sterren we er nou voor krijgen. Speedtrap. Ja, toch maar 2, dan moeten we toch nog harder gaan eigenlijk. Maar goed, we hebben nu 5 medailles en dat betekent wel dat we weer nieuwe races unlocken. Je ziet het ook. Next round, nou komen ze hier tevoorschijn. Bam. Bam. En bam. En we krijgen weer een achievement. Dat gaat wel lekker hard zo op deze manier. Kijk. Hoppakee, overal weer nieuwe races erbij, nieuwe challenges, weet ik het allemaal. Ik vind het allemaal prima. Hier staan nog wat XP borden. En dat blijft gewoon leuk om te doen, omdat je er toch wel weer XP punten voor krijgt. Dan gaan we gewoon even naartoe. Dat moeten we dus niet zo doen. Even kijken, hoe komen we daar?
denk dat het online ook wel echt tof is. Hoor. Als je met een paar vrienden dit doet, dan is het wel echt, wel echt vet. Hier staat trouwens ook weer een bord. Eens even kijken waar die staat. En dan staat hier een dikke tractor. Kunnen we hier op? Ja, moeten we hier op? Geen idee. Oh, daar staat hij. Ja, we komen er wel. Oh, en weer 1000 XP. Er zijn er maar 25. Dat valt op zich mee. In de basisgame, zeg maar, gewoon in Australië, daar heb je er gewoon 100. Dus daar was ik wel even een tijdje mee zoet om die allemaal te vinden. Nou, hier staat er nog eentje. Ergens. Ah, daar, ik zie hem al. Nou, kijk hoeveel XP dat is. Is het ook 1000? 5000, oké, prima. Mooi. Nou, dan gaan we gaan natuurlijk niet altijd van die borden zoeken, want dat is ook niet echt heel spannend. Dit is een circuit race met de B-klas moeten we die gaan doen. Dat is goed, dan gaan we daar gewoon even naartoe. En dan gaan we even kijken welke auto we daarvoor kunnen pakken. Mop, mop, mop. Goed geluid zit in het ding. Nice. Oké, hier kunnen we dus niet doorheen. Nou. Oké, dan niet. Dan gaan we even een andere manier zoeken om hier te komen. Nou, dan moeten we dus een stukje terugrijden. De meeste borden, hekjes kun je eigenlijk wel doorheen gaan in dit spel, maar die dus niet. Maar goed, dan weten we het ook weer. Dan gaan we gewoon... Oké, past de GPS al aan, dat is mooi. Dan gaan we gewoon hierheen. Zo. Ja. Turn sharp left. Nou, dan gaan we dan dat maar doen, hè. En als het goed is, dan zie je dan ergens de race. Ja, daar is die al. En dan gaan we wel even een ander autootje pakken. You have arrived at your destination. Yes, thank you. Nou, we moeten hier weer de race winnen. Eigenlijk hetzelfde als net. En we moeten wel een rondetijd neerzetten die lager is dan 1,55. Oké. Nou, maar benieuwd hoe dat, wat het gaat worden dan. Eens even kijken welke auto we hier kunnen pakken. We kunnen weer deze pakken, maar... Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Eens even kijken wel of er nog wat nieuwe auto's zijn toegevoegd aan deze DLC. Oké, ja. Er zijn natuurlijk heel wat auto's bijgekomen, maar dat zijn ook al gewoon van losse carepacks. En die hebben niks, niet per se iets te maken met deze... met deze DLC. Maar zoals je ziet, er zitten echt ontzettend veel auto's in. Het houdt eigenlijk maar niet op. Je kan maar auto's blijven kiezen en blijven kiezen. En het is natuurlijk op zich ook wel leuk om een nieuwe auto te kopen. Maar we hebben natuurlijk genoeg B-auto's. Laten we even kijken welke de beste is. Wat zullen we pakken? Maar ik vind deze wel nice eruit te zien. Een Hyundai. Hyundai. En daar gaan we dus de race mee rijden. Nou, ben benieuwd wat het gaat worden. Is het in het donker deze race? Het zou zomaar eens kunnen. Zo te zien wel, in ieder geval. Nou, ik moet eventjes een klein beetje laden. De laadtijden in dit spel zijn soms wel een klein beetje aan de lange kant. Maar dat maakt het spel wel weer goed met andere dingen. Maar soms zijn de laadtijden best wel lang. Maar goed, maakt niet uit. Ik vraag de Hot Wheels engineers hoe ze dit doen. Even kijken, ja. We kunnen natuurlijk dus de moeilijkheidsgraad hoger zetten. Het spel komt nu zelf ook met die suggestie. Wil ik eerst even kijken hoeveel moeilijker die gaat worden. Want hij staat nu op. Hij staat hierop, ja. Nou, dan zetten we hem gewoon één tandje hoger. Dan gaan we kijken of we dan nog steeds. Of we dan nog steeds kunnen winnen. Of dat het dan misschien te moeilijk is. We zullen zien. Forza is wel echt een spel, want als je daar een auto hebt die niet echt goed genoeg is, dan pak je er ook gewoon echt niks van. Hetzelfde geldt eigenlijk natuurlijk gewoon zoals in de Formule 1. Net zoals Sauber, die zullen nooit een race kunnen winnen eigenlijk. Dan heb je hier dus soms ook, als je echt een auto pakt die echt te langzaam is, dan kun je het echt gewoon niet winnen. Want dan is de AI echt veel te snel. Maar het is wel een mooi autootje dit, even kijken hoe die van binnenuit eruit ziet. Ja, prima, ik zou hem best willen hebben. Zo, dit gaat allemaal wel best snel hoor. Jezus. Oké, we liggen negende. Ja, die boost, jongen. Daar rij je echt zo hard mee, jongen. Gewoon 300 km per uur met een Hyundai. What the fuck? Dat is wel echt vet. Beetje alle niet verspierd tegen die muur aanpeuken hier zo. We liggen al vierde. Dit gaat goed. We moesten een snelle rondetijd neerzetten.
En nou, dit gaat allemaal makkelijk. We kunnen de AI zo meteen nog wel een tandje omhoog schroeven te zien. Hoppakee, hier weer een dikke jump. Dit is wel tof zo. Het zijn twee rondjes trouwens, dus we moeten wel even opletten dat we die rondetijd gaan halen. Even kijken, wat rijden we nou eigenlijk? Het is nog het einde van de ronde is nog lang niet. Oh, hier kunnen we kiezen. Ik rijd me gewoon hierheen, want ik was eigenlijk te laat om te beseffen welke kant ik zou gaan kiezen. Maar dan pakken we gewoon dit. Zo te zien is het gewoon prima. En dan moeten we hier flink remmen. Maar dat komt allemaal goed. We hebben echt al heel veel voorsprong, hè? We moeten echt de AI zo meteen nog een tandje hoger zetten. Want daar krijgen we ook meer geld voor. En dat is natuurlijk altijd wel handig. Al heb ik meer dan 6 miljoen, bijna 7 miljoen. Dus qua geld hoef je eigenlijk nooit echt zorgen te maken in Forza Games. Want daar word je echt mee doodgegooid. Maar dat is op zich ook niet erg. Je kunt tenminste gewoon kopen wat je wilt. En volgens mij halen we die rondetijd gewoon makkelijk. Ja, hier. Hoppakee, we rijden 1,49 terwijl we eigenlijk 1,55 moesten halen. Dit is dan niet zo slim. Voor de mensen die zich afvragen, hey, die auto gaat niet kapot. Nee, dat klopt. Ik heb dat uitstaan. Bij de meeste race games, of bij Formule 1 en bij rally games en bij Turtle en zo vind ik het altijd wel heel vet om te zien als een auto kapot kan en kapot gaat. Maar bij Forza vind ik het eigenlijk wel leuker als mijn auto gewoon mooi heel blijft zoals die is. Ik heb de schade dus uitgezet. Er zit al gewoon schade in het spel als je het aanzet. Dan kunnen auto's best wel kapot, maar ik heb het liever dus gewoon zo op deze manier. Ah, het is natuurlijk, als je die muur dan klapt, dan ben je skill boost kwijt, of je punten zeg maar, dat is een beetje jammer. Maar goed, we hebben een enorme voorsprong. Zo spannend is het eigenlijk niet. We moeten echt die AI wat hoger zetten, zodat we wat spannendere races gaan krijgen. Een lastig woord soms. Maar we zijn al bijna weer bij het einde. Hoppakee. Het kwam mooi dat het langzaam nu donker is geworden. Er zit natuurlijk gewoon een dag- en nachtcyclus in deze game. En we kiezen gewoon weer voor deze linkerbaan. Ik vind het allemaal prima. Er zit ook een dag- en nachtcyclus in deze game, zoals ik al zei. En wat ook heel tof is in deze game zijn de weerseffecten. En tot nu toe is het eigenlijk alleen maar zonnig geweest, maar je hebt ook echt een dikke storm in deze game. En dan gaat het echt heel erg los, om het zo maar even te zeggen. En met bliksem en dikke plensbuien. Dat is echt wel heel tof om te zien. En dat is ook echt goed gemaakt. En bij die sneeuw DLC heb je natuurlijk ook dikke sneeuwstormen. Die waren zelfs gewoon zo goed gemaakt dat het gewoon echt irritant was. Want je zag namelijk gewoon echt helemaal geen ene niks gewoon. En we finishen dus gewoon vrij makkelijk. Wel mooi om te zien dat de eerste ronde sneller was dan de tweede ronde. Dat is wel apart. Maar ja, we moeten eens kijken. We zijn bijna 10 seconden sneller dan de nummer 2. Dus de AI gaan we zo meteen echt even weer nog een tandje omhoog knallen. Ja. Nou, dan gaan we hierna nog één race doen en dan is dit eigenlijk dan is dat de eerste video van deze nieuwe serie op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Forza is gewoon een game die het wel verdient om een serie te hebben op mijn kanaal. Ik dacht van, ja, laat ik dat maar gewoon doen. Want Formule 1 en deze race game, ja, het is allemaal racen, dus het ligt allemaal dicht bij elkaar. Dus ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vinden. Nou, alle medailles die hebben we gehaald. We moeten nu 15 medailles halen voor de volgende stuk van races te unlocken. Dus we moeten dan even iets meer gaan doen. Oké. New car to collect. Oké. We hebben dus een nieuwe auto gekregen. Daar gaan we dus de volgende keer wel even naar kijken. We hebben hier nog, wat is dit? Even kijken, een bucketlist. Ja, dan gaan we die wel eventjes doen als laatste ding in deze video. Trouwens nog een foto maken van deze auto. Het is wel een mooi autootje dit. Je krijgt iedere keer een melding namelijk. Je ziet het aan het icoontje boven de auto als je hem nog niet gefotografeerd hebt. En, maar goed, bij deze hebben we dat dus gedaan. We gaan dus een bucketlist doen. En een bucketlist is eigenlijk gewoon een soort van challenge die je moet doen. Dan krijg je een bepaalde auto. En met die bepaalde auto moet je dan zo snel mogelijk tijd rijden. Of je moet een bepaald aantal punten halen. Het is altijd iets anders. En sommige van die bucketlists zijn echt ontzettend kut om te doen. Die zijn echt moeilijk. Maar sommige zijn ook heel makkelijk. En deze is medium. Dus ik ben benieuwd. Ook die kunnen soms heel lastig zijn.
Maar goed, we zullen zien wat het is. Eerst maar eens kijken wat voor auto we krijgen. You have arrived at your destination. Zo, mooi geparkeerd. Kijk, we gaan in ieder geval rijden in een Mustang. Dat is Mustang, hè? Mustang. Nee, maakt niet uit. We gaan in ieder geval om deze bak racen. En we moeten de speed target er zien te halen. Het is wel een verdomd vette bak dit. Hij is niet zo mooi gepaint, moet ik zeggen. Kleuren, mwah. Maar de auto zelf ziet er wel heel tof uit. Wat is eigenlijk de target die we moeten halen? Ik heb eigenlijk niet opgelet. Oh, 209,22 km per uur moeten we doen. Oké. Okay. Dan moeten we dat in die looping doen daar. Ja, ben benieuwd wat dat gaat worden. Kijk, als het niet lukt, dan moet het gewoon opnieuw doen. Oh, die shit, ik was echt niet aan het opletten. Ik was even aan het switchen naar de cockpit view. Nou, dat moeten we dus duidelijk niet doen. En we rijden dus ook gewoon verkeerd op dit moment, volgens mij. Ja, we rijden verkeerd. Kunnen we nog terug op een of andere manier? Dat is natuurlijk het nadeel. Ik weet ook, ik ken deze map natuurlijk nog niet echt uit mijn hoofd. Ik weet niet waar we heel het heen moeten. Nou, we moeten gewoon maar even de GPS volgen. Dan gaan we maar gewoon hierheen. Ja, nou komt het wel goed. We moeten wel even rekening houden met de tijd. Er zit ook weer een tijdlimiet zitten aan deze challenge. Nou, het is nog een stukje rijden. Ik denk niet dat we dit gaan halen zo op deze manier. Hier hebben we die dinosaurus weer. Oh, dit is speed zo nou. Oké. Okay. Hier moeten we dus een gemiddelde van 209 km per uur halen. Dat zal lastiger worden, want volgens mij gaan we steeds hoger. Hop, 209 km per uur. Ja, als we nou geen fouten maken, dan halen we het. Maar dit gaan we wel halen. Kijk, easy peasy, hoppakee, 240 km per uur. En natuurlijk weer een achievement, mooi. Die weer gehaald. Dan krijgen we als goed zoek weer sterren voor. En we krijgen natuurlijk credits en natuurlijk ook nog eens XP. Jazeker. Nou, dat gaat lekker. 1, 2, hoppakee. Nou, zo hebben we dus van alles een klein beetje gedaan. We hebben wat XP borden gezocht, we hebben wat races gedaan en we hebben een challenge bucketlist gedaan. En ja, ik vind het wel tof nu toe. Ik ga zo meteen zelf lekker verder met deze game. Ik hoop dat jullie het in ieder geval een leuke video vinden. Of vonden. En natuurlijk vergeet niet te liken. En laten we voor het... nou ja, ik heb geen idee hoeveel views ik op deze video ga krijgen. Aan het zien dat het geen Formule 1 is. Maar laten we voor de 25 likes gaan. Ik zet gewoon heel laag in. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Nogmaals, die 2000 abonnees, het komt in zicht. En ik zou echt ontzettend trots en blij zijn als we die eenmaal gehaald hebben. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Morgen komt een Formule 1 video aan. En tot ziens. Adios.